Hallo allemaal, welkom weer bij een nieuwe video. Ik heb besloten vandaag weer een tech voor jullie te doen. Eén die ik ook heel graag kijk. Volgens mij is die uit Amerika, maar hou me even te goede. Het heet de Just One Beauty Tech. Het gaat erom dat als je uit elke categorie maar één ding mocht kiezen, welk product zou je dan houden uit je stash? Dus stel je moet alles wegdoen en je mag maar één product van ieder categorie houden. Wat zou je dan bewaren en waarom? Dus lijkt me gewoon een hele leuke tech. En ik ga hem nu doen. De eerste categorie is lipstick. Nou, lipstick. Ik heb gekozen voor een eigenlijk die ik nog niet zo lang in mijn stash heb. Dat is de L'Oreal Color Riche Matte nummer 640 Erotique. Ik denk net dat ik hem misschien een maandje heb. Maar de kleur is, jullie hebben hem misschien zien langskomen ook in mijn andere filmpje of mijn L'Oreal stash. De kleur is echt heel mooi, roze, nude. En ik kies er dus voor omdat hij echt bij elke look wel past. Zo'n mooie nude kleur past ook heel mooi bij mijn huidtype, vind ik. Dus dat was de eerste, lipstick. De tweede categorie is lipgloss. Nou, en dan moet ik er even bij zetten. Lipstick was voor mij heel moeilijk om te kiezen. Dus ik dacht, zal ik voor een rode gaan? Maar ja, rood past ook niet altijd elke dag overal bij. Dus heb ik daarom toch voor een nude kleur gekozen. Maar ik heb heel veel lipsticks. Dus ik heb echt een half uur boven mijn lipstick stash gehangen. Van welke moet ik kiezen? Maar lipgloss daarentegen heb ik niet zoveel van. Dus de keuze was iets makkelijker. Deze heb ik nu een aantal maandjes in mijn stash. En dat is de MAC. Een MAC Lip Gloss noemen ze het, Lip Gloss. En deze is wel uit de Limited Edition. Hij heet Victoriana. En hij is uit de Toledo collectie, zoals je wel kan zien waarschijnlijk aan het design. Ja, dit is gewoon een hele mooie roze-rode lipgloss. Dus ik dacht, nou dan kies ik voor de Lip Gloss, voor een iets meer gepigmenteerde versie. De derde categorie is blush. Nou, ik vond het niet heel erg moeilijk om te kiezen op zich. Want ik heb één blush die ik best wel heel vaak gebruik. En dat is deze Chanel Cream Blush. Het is een creme blush. En de kleur is Chamate. En dat is een hele mooie, een beetje watermeloenachtige roze blush. En deze staat werkelijk, ik denk ook iedereen mooi. Hij is vrij fel, maar daardoor geeft hij juist een heel mooi effect. En zowel toch ook in de winter en vooral in de zomer, maar ook voor de winter kan hij heel goed. Dus ik vind dit echt een absolute aanrader. En als ik al mijn blushes weg mocht doen, dan hou ik deze. De volgende is de eyeshadow single. Ik heb niet heel veel eyeshadow single, maar een paar waar ik heel erg fan van ben. Maar ik dacht, laat ik slim zijn en laat ik toch kiezen. Het is natuurlijk wel een soort eyeshadow single. Het is misschien een beetje smokkelen. Maar dan kies ik toch voor deze paintpot van MAC. Omdat dit gewoon een mooie basis is. Hè? Je maakt een mooie basis op je ooglid. En daardoor kunnen alle andere oogschaduws erop. En een primer mag niet ontbreken. En die categorie zit er eigenlijk niet bij. Dus ik dacht, dan kies ik toch voor de single eyeshadow voor deze paintpot. Dan gaan we verder naar het eyeshadow palet. Nou, voor het eyeshadow palet heb ik toch gekozen voor, jullie hebben hem ook al vaker gezien, dit mooie palet van Too Faced, de Chocolate Bar. Ja, hij is prachtig. De namen vallen er weer uit. Ik vind het echt een heel, heel mooi palet. En de reden dat ik dan ook voor deze kies, is omdat hij gewoon goed pigment heeft. Wel veelzijdige kleuren nog. Het blijft wel nude, maar ja, dat zijn toch mijn favoriete kleuren. Maar ook twee hele mooie highlighters, een matte en een shimmer. Ja, die kan je ook wel weer mooi gebruiken op andere plekken dan op de ogen. Dus op de jukbenen of op de neusbrug of boven bij de cupidoboog. Dus vandaar dat ik kies voor dit mooie palet. Absoluut. Dan gaan we door naar mascara. Zullen jullie misschien niet verbazen, maar dit was ook al een favoriet van, ik denk dat ik hem 2 jaar geleden heb ontdekt of zo. Chanel Le Volume, hele mooie mascara. Hij is mooi diep zwart. Hij geeft eigenlijk met één laag, vind ik vaak al voldoende, een hele mooie, heel mooi volume. En het houdt ook goed de krul vast in mijn wimpers.
Dus het is een, ja, een aanschafbedrag, maar ik koop hem altijd in de actie bij de Easy Paris met 40% korting. Dus ja, als die actie weer is, dan sla ik meestal weer even goed in. Dus een absolute favoriet. En ik zou deze ook als enige houden als ik de rest weg zou moeten doen. Chanel Le Volume. Dan gaan we verder naar foundation. Foundation was eigenlijk voor mij ook niet zo'n moeilijke keus. Die hebben jullie ook al voorbij zien komen. Als jullie mijn L'Oreal Stash filmpje al hebben gezien. Dat is de True Match Foundation van L'Oreal. Deze kleur is wat donkerder, dus het is eigenlijk een beetje een zomerkleur. Dus in de winter was hij wat lastig, zou ik toch een lichtere tint moeten hebben. Maar deze matcht prachtig met de huid. Hij blendt mooi, je ziet hem niet. Het is precies de goede structuur, vind ik. Niet te dik, niet te dun. En er zit een SPF van 17 in. Dus het is echt een favoriet. En als ik alles weg zou moeten doen, zou ik toch deze houden. Dan gaan we naar de facial cleanser, staat er dus in. Dus een gezichtsreiniger. Die is eigenlijk ook niet moeilijk. Die komt al in mijn opgemaakt video voorbij. Dat is deze. De Chamomile Cleansing Butter van de Body Shop. Even kijken of ik hem open krijg voor jullie. Dan kun je een beetje de substantie zien. Hij ruikt ook heel zacht fris. En dit is echt absoluut een topper. Wel schone handen, maar droge handen aanbrengen over je hele gezicht, met name bij de lippen en de ogen. Haalt alle make-up eraf, ook de waterproof make-up. En ik vind hem gewoon super. Het is echt, het droogt niet uit. Het irriteert me absoluut niet bij mijn ogen. En echt een heel erg favoriet. Dus als alles weg moet, deze hou ik. Want als je hem gewoon met water afspoelt, hoef je gezicht op zich niet daarna nog met een face wash te doen. Dus een heerlijke cleanser. Kan hem zeker aanraden. De negende categorie is de powder of de bronzer. Dat mocht je kiezen. Ik ga voor mijn poeder die ik onlangs voor mijn verjaardag heb gekregen. Die komt weer voorbij in mijn verjaardagsvideo trouwens. En dat is deze Kerlin Meteorite compact poeder. Deze kan je gebruiken om je gezicht af te poederen. Hij geeft een mooie egale tint. Want de kleurtjes die erin zitten, die zorgen voor minder roodheid, meer opheldering. Nou, dat allemaal. Dus hij geeft net een beetje meer na je foundation een mooi afpoedereffect. Je ziet verder de kleurtjes niet, maar het maakt gewoon net wat egaler. Ik heb de kleur 2 Claire Light. En het doosje is ook al gewoon heel erg mooi. Dus je snapt wel, als ik dingen weg moet doen, dat ik deze absoluut ook niet weg doe. Dus heel erg mooi. Mooi poedertje. De laatste categorie is nagellak. Ik kies voor deze mooie rode nagellak van Essie. Deze is de nummer 61 Russian Roulette. Ik weet niet of jullie het zo kunnen zien. Het is een hele mooie rode frisse tint die dus zowel in de zomer als in de winter kan. En daarom kies ik ook voor rood. En rood kan je echt bij heel veel matchen. Hè? Met spijkerstof, met zwart, met blauw. Alles matcht. Dus ik denk dat ik toch zo en zo zou kiezen voor een rode nagellak als ik alles weg moet doen. Nou, dan hebben we 10 categorieën gehad. En in de tag mag je ook nog 2 aanvullende producten kiezen waar je eigenlijk niet zonder kan. Nou, op dit moment kan ik niet zonder mijn Smashbox contourpalet. Ik zal hem even openmaken. Dit is hem. Er zitten 3 kleuren in. Het is een koele kleur die je echt voor de contour mooi kan gebruiken. En op mijn huid past dat ook heel mooi. Dit is een meer warme tint. En daar kan je eigenlijk meer mee je gezicht een mooie bronzen kleur geven. Dus op de rest, gewoon op je wangen, op je voorhoofd. Een beetje een sunkist effect. En de highlighter kleur, daar zit bijna geen shimmer in. Dus hij is vrij mat en rustig eigenlijk. Ik gebruik hem heel graag onder mijn ogen en op mijn jukbenen en op mijn neus. En als ik echt nog glim wil, dan moet ik echt nog een highlighter pakken. Zoals Soft & Gentle bijvoorbeeld. Maar ik denk, ik kies maar voor dit paletje, want dan heb ik in ieder geval 3 in 1 er nog bij. Hè, als ik toch mijn hele stash zou moeten wegdoen.
Dus dan wordt het zeker dit paletje van Smashbox. En je ziet ook, ik heb echt niet zulke grote handen. Het is gewoon echt een heel klein handzaam paletje ook. Het is echt, ik ben hier echt heel erg blij mee. En ik zou hem ook zeker opnieuw aanschaffen als hij op zou zijn. En als allerlaatste, dus mocht ik dus nog één bonus item kiezen, kies ik toch voor deze Anastasia Dip Brow Pomade. Ik heb hem echt al vanaf januari en je ziet er is bijna nog niks uit. Dus volgens mij doe je hier ook gewoon echt heel lang mee. En dit is de kleur Auburn. En Auburn is een beetje een warme bruin tint. En ja, die past gewoon heel mooi bij mijn haarkleur op het moment en in mijn wenkbrauwen. En ik gebruik deze eigenlijk elke dag, dus ik kan niet zonder. Dus vandaar dat die echt wel in deze tag terecht moest komen. Nou, dit waren al mijn items van deze tag. Ik denk dat ik nog een aantal mensen ga taggen op YouTube of op Instagram. Maar dat zal ik op mijn Instagram en hieronder in de beschrijving erbij zetten. Want ik vind het toch wel leuk als een aantal YouTubers, die ik ook al zelf een tijdje volg, deze tag ook willen doen. Om zo ook een beetje in Nederland te krijgen. Want ik weet niet of die al veel in Nederland gedaan is. Ik heb het eigenlijk volgens mij nog niet gezien. Maar dat weet ik eigenlijk niet zeker. Want dat kan natuurlijk best wel. Ik vind het in ieder geval een hele leuke tag. Ik hoop dat jullie dit filmpje leuk vonden. Doe alsjeblieft een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Geef een leuke comment. Ik probeer altijd te reageren. Of abonneer je op mijn kanaal. Dat zou ik echt erg leuk vinden als jullie dat doen. Oké, hartstikke bedankt. Doeg!